flexie van de pols en vingers. De kathode, een vierkante 5x5 elektrode, wordt in het midden van de onderarm geplakt. De anode, ook een vierkante 5x5 elektrode, wordt over de pezen van de flexoren van de onderarm geplakt. Hierdoor ontstaat er een flexie in zowel de pols als in de vingers.